Hey, goedemiddag. Oh, ik ga even mijn cameraatje wegzetten. Zo, nou even wegzetten. Hartstikke idee. Goedemiddag, wij gaan een stukje vliegen in Microsoft Flight Simulator. En dat doen we eigenlijk om een stukje, je ziet het nu, bijvoorbeeld update 12 is uit, Nieuw-Zeeland. En Nieuw-Zeeland, eigenlijk gewoon in groter detail, heel Nieuw-Zeeland, North Island, South Island, uitgebreid. South Island is natuurlijk het meest bergachtige, daar zie je ook de vele andere streams over, zoals... Into the Blue en Dreams of Wings, for instance. Ik dacht, ik ga het stukje Noord vliegen. En dat doe ik meteen in een nieuw toestel dat ook uit is. Die heb ik ook gekocht. Want daar was ik redelijk dol van. Dat is de Messerschmitt BF-108 Typhoon. En om meteen in te vallen. Dit is een schitterend mooi vliegtuig. Je ziet dit geadverteerd als een sportvliegtuig uit 1935. Dat is niet helemaal zo. Dat ik dat even vergeten ben. Want dit is weer heel slecht van mij dat ik dit weer niet goed voorbereid heb. Komt later. En dan nemen we dit toestel, de Ellie Binhorn A, bij. Als ik het goed heb, dat ga ik even heel snel opzoeken. Ja, heel slecht voorbereid. Het moet even. Want daar zit een stukje geschiedenis achter. Ja, Ellie Binhorn was namelijk een piloot in Duitsland, geboren in 1907. En zij deed heel veel lange afstandsvliegtoeren. Ze is 100 jaar geworden trouwens. Ze is in 2007 overleden. En het grappige is, zij was getrouwd met Bernd Rosemeyer. 2 jaar maar, want Bernd Rosemeyer was destijds Formule 1 coureur. Niet helemaal Formule 1, Formule 1 bestond nog niet. Maar Bernd Rosemeyer was dus wel een coureur voor Nazi-Duitsland. Is ook lid van de SS geweest en heeft samen met Auto-Union grote overwinningen gehaald in wat toen als Formule 1 doorging. Officieel Formule 1 bestond, sport bestond nog niet. En de zilverveilen, de Auto-Unions, tegenwoordig Audi en Mercedes, waren daar natuurlijk oppermachtig, zou ik zeggen, als uithangbord voor. En Ellie Binhorn heeft toen, nadat ze getrouwd met Bernd Rosemeyer, heeft het toestel voor haar gekocht. Omdat dit een heel zuinig toestel was, lange afstanden mee te vliegen, was heel comfortabel. En zij heeft hier dus ook gewoon lange afstandsvluchten meegedaan. En dat bedoel ik echt lang. Zolang als maar kon. Ik weet niet of zij de wereld omgevlogen heeft, dat zou ik een beetje op moeten zoeken. Maar goed, hier zitten de nodige repaints in. Deze zijn gebaseerd op real-life toestellen, tot met die blauwe hier. Je ziet dat daar op een rode cirkel een wit rondje staat, want met Duitse vlaggetjes, want met hakenkruis en dergelijke. Dat is nog een dingetje, dus dat mag niet. Daar komen vast wel repaints van. En dit zijn eigenlijk verzonnen repaints. Japan, Navy, USSR. RAF Camo, RAF en de Noord Penguin. Dat is toch wel weer een leuke. De Penguin is namelijk het Franse gebruik van dit toestel. Hoe dan ook, dit was niet per se een sporttoestel. Dit was een toestel voor lange afstandsvluchten. Maar ook heel geschikt als verbindingstoestel voor de Luftwaffe tijdens de Tweede Wereldoorlog. Daarnaast heeft Messerschmitt, voor oorlogs mochten ze niet zoveel. Dus ze hebben heel veel onderzoek gedaan naar afstand en snelheid van toestellen, aerodynamica, zonder dat het daadwerkelijk fighters waren. Je ziet aan dit toestel, eigenlijk, ik moet het gewoon even ergens anders doen, eigenlijk veel slimmer doen. Ga ik naar content manager, nee niet naar content manager, dan terug naar mijn logbook, mijn hangar, kijk hier is die. Kan ik dit zo doen? Ja. Je ziet hier heel veel kenmerken in terugkomen van een fighter, slanke romp, een wingloading die relatief klein is. Dat betekent dat hij minder drag heeft, dus snel is. Noviteiten als zelf uitkomende slats, zie je in de voorkant, flaps gebruik. En natuurlijk best wel een grote motor, je ziet een omgekeerde V6
Argus A10 motor in. Zat ook in de Vizere Storch, als ik het goed herinner. Dus dat is echt wel een powerful motortje voor een sportvliegtuigje. Dus aanhalingstekens. Ik vind dit een schitterend toestel. Er zijn er nog maar een paar van op de wereld. Ik weet dat ze er eentje aan het restaureren zijn in Amerika. Dat hij af en toe een Kermit Weeks of ze is dat aan het doen met zijn museum. Daar zie je op YouTube kan je daar de updates van volgen. Maar daar zijn ze nog een dik 2-3 jaar mee bezig. Want het is nog een klus. Die hebben ze uit Zuid-Amerika gehaald. Nee, de Duitse link met Zuid-Amerika. Je zag hem niet aankomen. Eerst die. Eens die er ook op de voorkant staan. Ellie Beinhorn. Ik vind dit een schitterende kist. En dit is een uitermate geschikte kist om mee te vliegen boven Nieuw-Zeeland. En dat gaan we doen. Gaan we de vlucht plannen. Dat had ik al gedaan. Ik sla even in op onze tijd. Nou, dus even 1:15 Nederlandse tijd. En we gaan dan eens een keertje niet boven de bergen zitten. Ik vlieg af van Auckland. En vanaf Auckland gaan we naar het noord-noordoosten. Noord-noordwesten, sorry. Naar Whangarei. En dat doen we op niet al te grote hoogte. En ergens hier tussen zit nog een NDB Field 366. Misschien dat ik die uitkomt. Ik weet niet eens wat voor radio's hierin zitten. Het kan ook zomaar zijn dat er niks in zit. Anyway, hier komt ie. Zo. Even het simmetje in laten laden. Known for its good handling and fuel consumption rate. Daar was hij dus echt goed in. De Duitsers hebben Messerschmitt, want de Messerschmitt heeft het toestel echt ontworpen. In het oog van, joh, ik kan hier ooit een fighter van maken. Als ik het goed heb, de derde Indiana Jones film. Dat is er ook een 108 in. Posing als een 109. Dus dat. Goed. We zitten in de cockpit en ik zie dat er van alles om ons heen zit. Dat komt, hij staat namelijk gestoord. Ook dat is gestoord, niet gestoord in Nederland. Hij staat in storage in het Engels. Een grote regenhoest eroverheen en de vleugels konden opklappen. Ook een noviteit. Is uiteindelijk niet doorgetrokken naar het militaire kantje. Maar wel voor dit toestel specifiek. Nou heeft Inibuilds hier een heel mooi dingetje ingebouwd. Zo. Dan gaan we eerst even terug. Hoe haal ik ook weer de raincover eraf? Nou, hier niet. map timer. Ik zou zeggen dat ik hier de raincover. Oh, hier is hij. Pool curtains, stowage en raincover. Nou, de raincover gaat eraf. Hoppakee. Zo. Dan gaan we de vleugels klappen. Zo, klik. Even van buiten kijken. Om de trekker heen en dan terug. En dan met lockpins erin. En zo is die. Ingezet. Easy. En voor de rest ga ik hier niks aan doen. Ik ga de engine oil even vol zetten, just in case. Aan de buitenkant heb ik nog stowage. Hier zit een bagagevakje. Kan je net niet zien. Achter de cockpit kon bagage gestoord worden. Nou, je ziet dat daar een koffer staat. En je ziet waarom dit ook een verbindingstoestel was waar de Duitse luchtmacht is heel blij mee was. Dit is een heel comfortabel. Er zitten gewoon leren banken zet erin. Dus de passagier, de generaal of de wie dan ook, die meevloog, die zat er ook met redelijk geriefelijk. En eigenlijk achterin. Voor de rest, cockpit locking. En dan zie je dat die grote deuren, die gaan helemaal naar buiten open. Dus die klappen helemaal naar voren. Dat gaf een hele ruime in- en uitgang voor de toestel. Het ziet er heel raar uit dit. Die zou ik zeggen, die scharnieren die moeten wat te verduren krijgen, want zo'n deurtje zal niet dicht zijn. Zo. Deurtje dicht. Oh, hoe doe ik dit? Deurtje dicht.
En dan moet je hem hier lokken. Dan is er ook nog gordijntjes. Hartstikke leuk. Die gordijntjes ga ik even uitzetten. Pull the curtains. Kan ik dat hier ook doen? Vast wel. Nou, ik zie niet hoe. Hoe dan ook, gordijntjes hoeven mij niet open. Want kijk eens dit dak. Ik snap dat die gordijnen er zitten. Want als je ooit in een toestel hebt gevlogen met zo'n kap. Dat heb ik in het echt. Dan is dit een soort braadslee. Met de volle zon erop. Maar zonder is het toch een uitzicht, jongens. Dat is echt geweldig. Goed, het instrumentarium. Fuelcock. We hebben hier... dat werd met kettingen aangedreven. De trim. Elevator trim. En de flaps. Je ziet dat dit met een ketting gaat. Aan een wiel. Eigenlijk was dit dus gewoon full continu. Wij kunnen hier in de sim wat standjes regelen. En niet meer dan dat. Hier hebben we een gashendel. Hier hebben we een RPM hendel. Een koffiemaler zoals het heet. We hebben geen mixture lever. Zo. Dus. Master cutoff. Magneto's. En wat je hier ook ziet is, dit is allemaal metrisch. Dus de hoogte in kilometers. Stijgen en dalen in meters per seconde. Kilometer per uur meter. De druk in de motor. In atmosfeer. 1 atmosfeer is nu buiten 1 atmosfeer. Dat is niet luchtdruk. 1030 millibar of 30.92 in een normale atmosfeer. Inch drugs. Omwentelen per minuut, dat is gewoon de motoromwenteling van de prop. Maar ook dat kan je instellen. Als je dat nog helemaal niet gewend bent, je kan er niet aan wennen. Dan kan je, kijk, gauge set. Hop. En nu hebben we wat meer duidelijke manifold pressure, RPM's, vertical feet per minute, hoogtemeter. In voeten en snelheid in knopen. Ik vind het wel leuk om dat historisch correct te houden. Dan gaat hij naar het origineel. Dan is hij ook meteen in Duits. Hè? Alle knopjes zijn ook meteen in Duits. Een keertje doen, dan zie je het ook heel duidelijk. Landing navigation generator, pitot. Engine fuel pressure en oil pressure. Oil temperature. En elektriciteit. Ik hou deze nu voorlopig geen aan. Je kan dit gewoon switchen, ook tijdens het vliegen. Dus het is allemaal niet zo heel spannend. Dus als je zegt van tijdig vliegen, ik vind het allemaal prima, dan ook doen. Maintenance en persistence, eigenlijk gewoon het bijhouden van hoe het toestel zich houdt. Ik denk dat zich limiteert tot wat je hier ziet in de maintenance. Spark plugs, tire wear, hydraulics en engine oil. Maar ik weet het niet zeker, ik heb dat nog niet lang genoeg getest. Een hele grote starter hier. En hierachter zit nog een primer. Goed, we gaan hem eens opstarten. Voor de rest wat heb ik nog meer. Voor instrumentarium, ik heb een transponder en ik heb een comradio. Dus ik heb geen voor de rest. Oh, hier kan ik de EFB weer weghalen. Dat is ook hartstikke leuk. Ik heb dus ook geen GPS, ik heb geen andere radio dingen. Dus een puur VFR toestel. Raampjes kunnen er open en dicht. Ook hartstikke leuk. Goed, met de nodige geluiden. Zo, stroom. Fuelcock aan. Primer aan. En eigenlijk een klein beetje gas geven. En eigenlijk kan ik hem dan al starten. Heb ik een beacon? Nee, er zit geen beacon op. Ik heb landinglichten en navigatielichten. Nou, navigatielichten doen we aan. Naar beneden is aan. Dat is ook wennen. Aus is uit. Ein is aan. Een liter. Zit de knopjes naar boven is aan. Ook niks. Magneto's en primer in en starten. Zo. Typisch geluidje.
zelfs de kurf van de motor gewoon apart. Grappig. Oké, de kaart erbij. Even op de koers gestaan, dus dat is makkelijk. Dus je hebt toch een soort van GPS hierin zitten. Wat moeten we voor de rest weten? Landingslichten. Ik kan de radio aanzetten. Ik kan de transponder aanzetten. En pitotube zet ik aan. Hier zou dan een verwarmingsding moeten komen. Dus dit zou je dan zien warm tot die op een bepaald niveau staat. Dat is er niet. Ik verwacht dat er nog gepatcht wordt. Het is natuurlijk geen halsbrekertje. Maar in de toestel van die tijd had je zo'n metertje had, dan werd dit warm. Dan gaf het aan dat hij dus aanstond. En landinglichten kan ik aanzetten. Dat zijn deze dingen hier. Schijnen een beetje naar beneden. Het is een beetje licht op de licht buiten. Wat ik trouwens vergeten ben. Brandstof. Kijk, ik zal even zo doen. Hoppakee. En ik wil geen passagier. Dan zag ik die ook niet gemoddeld. Dus ik laat het gewoon even wat het is zo. Zo. Goed. Nou, die motor komt leuk op de temperatuur. Volgens mij moet de olietemperatuur tussen de 30 en de 80 in liggen. Zo. En daar moeten we wel op letten. En dat betekent dat we deze moeten in de gaten houden. Deze moeten gaan moeten houden. In principe staat nu het aantal RPM volledig. De prop staat full fine. In de kruisvlucht moet de propeller 16 minuten draaien. Dus dat is niet zo heel, niet zo bijster hoog is dat. Daarnaast de atmosfeerdruk in de motor moet ongeveer 0,7 zijn. Dus het lijkt heel laag, maar als je dat terug zet, gaan we straks kijken. Dus dat terug zat met manifold pressures, is dat eigenlijk gewoon best wel oké. Hij heeft geen handrem, dus hou je voet op de rem, anders gaat hij ervoor. Even kijken waar wij staan. Dus dan is voor parking 74 omdraaien. En dan kan ik naar runway 5R gaan, denk ik. Nou, er staat hier een mannetje. Heeft een stuurbaar staartwiel, maar dan nog is differential braking af en toe nodig. Weinig gas nodig, want hij wil echt heel snel aan de rol. Zal even een label uitzetten, zo. Zoals best wel goed in stolvluchten, short take-off en landing. Daarom was het een geliefd toestel, omdat het aan de ene kant dus snel en comfortabel was en zuinig op zijn brandstof. Anderzijds eigenlijk niet al te grote vliegvelden nodig, want zeker in die tijd waren het natuurlijk niet heel veel grote vliegvelden. En je ziet dat die voorranden, die slats, er al uithangen. Zodra er een stol dreigde of de snelheid was te laag. Die dingen die hingen met elastiek aan de binnenkant van de vleugel. Dus ze komen naar buiten op het moment dat de luchtdruk daar laag is. En dan geven ze dus extra lift. Dat ze voor de aankomende lucht de vleugel groter oppervlak geven.
Dus er zat geen machinatie achter, die zetten ze niet aan of uit, zoals tegenwoordig bij airlines het geval is. Ze kwamen er gewoon uit op basis van de luchtsnelheid. Eigenlijk een heel slim systeem. Met als enige nadeel, het waren wel elastieken. En elastieken raken op een gegeven moment gewoon uit hun werking. Ik zie niks op final. Flaps 1. 10 graden, zo wild. Gas geven. Vol gas. Komt die prop langzaam op voeren. Zijwind. We zitten meteen op boven 100 km per uur, dus we kunnen al rotaten. Hier. Langzaam. Beetje gas eraf, beetje toeren eraf. En dat eilt echt na. Dus ik ga nu draaien, maar je ziet natuurlijk een beetje de toeren gaan. Dus je moet het heel geleidelijk doen. Kijk, nu daalt hij aan de achterkant van de toeren. Eigenlijk nog weer omhoog. Ik zie hier wat rare glitterings aan de binnenkant van de cockpit, dus dat is niet helemaal oké. Grafisch is het niet helemaal goed. Dus grafisch is niet helemaal te jovel in combinatie met belichting. Wat ik ook een soort van vervelend vind is dat een quadrant met RPM's doet. Je ziet dat hij soms in een soort bibberstandje zit. En dan komt ook het bijparende geluid, dat piepgeluid komt erbij. Dat vind ik irritant. We gaan niet al te hoog. Toeren naar 0.7. Sorry, motor druk. Het gas. En dan deze langzaam terug naar 1600 toeren. Je ziet dat dus de toeren naeilen op de stand die je maakt. Dus je moet heel langzaam. Want het schijnt natuurgetrouwd te zijn. Ik weet niet hoe dat werkelijk zo is. We vliegen nu zo 230 km per uur. Kijk, die hendel blijft nu heen en weer gaan, dat vind ik een soort van irritant. Dus ik moet een beetje op mijn kwadrant, moet ik een beetje een standje vinden, dat hij dat niet doet. Ja, wat een schitterend mooi toestel, hè? Fighter-like. Kruis hier ook Auckland. En dat kan best. Ik vind het een ongekende schoonheid, deze kist. Brandstofdruk 8. Oliedruk goed in het midden. De olietemperatuur 160 graden. Ik heb deze kist al een keertje kapot gemaakt door te lang hoog te hoog te vliegen. Dus zeker met die gashendel. Dan denk ik natuurlijk van nou, dat is hartstikke laag. Dus eigenlijk denk je van nou, je moet hem hier ergens houden. Maar dan ga je de olie koken en je hebt geen mogelijkheid om de olie een andere manier te koelen. Dus ik heb al een keer engine failure gehad, toch gewoon te hete olie en daardoor dus gewoon mijn oliedruk te vriezen. Wat ik net zei. Testen.
deze gauge set. Kijk, je ziet ook dat de race ook mee verandert. Dus dat op 22, de toeren wel op 1600, dus eigenlijk iets hoger zijn. Graden Celsius, PSI, dat komt allemaal. Je ziet dat deze meters dus gewoon mee veranderen, de wijzers veranderen. Kijk, nu zet hij 22, als ik nu weer klik, dan gaat hij ineens naar beneden. En dan op 7. Leuk gedaan, want dat betekent dat je heel historisch kan vliegen, maar ook gewoon dezelfde wijzersets kan gebruiken voor, wil je de wat nominalere luchtvaart. Eenheden gebruiken. Onderdeel toestel stuurt heel scherp. Heel gericht. Dus even kijken boven Auckland. Geen daler op Ochto. Ik zal misschien met mijn sensitivity van mijn corner wat moeten doen. Want dit vind ik wel irritant. Ik hoor dus dat liefje ertussendoor van die hendel. Een klein beetje mijn quadrum verzet, dan is het weg. Maar ik vind dat niet optimaal. We zitten op zo'n iets over de 450 meter. Dus zeg even 13, 1400 voet. Nou, die eerste bird update was heel mooi, hè. Ook de default was default en dit is wel heel gaaf. Kan je van Orbex of zo ook nog een cityscapes op, maar eigenlijk precies van jou, waarom zou ik die constant nog wel aan willen veranderen? Stuurt als een scheermes. En het is dat hij geen autopilot heeft, maar voor de rest is dit gewoon een briljant toestel. Doet lang met zijn brandstof. Brandstof mengen, kraftstof mengen. Zo. En wil je die dingen helemaal niet hebben, dan heb je hier een verborgen knopje. Dan kan je hem wel weghalen. Ik weet niet eens wat dit doet. Dit doet helemaal niks. Dus ja, verwijder je hem alleen maar. Ja. Het geluid ook plezierig. Ik ben echt altijd wel een krachtige motor is. Ik weet niet precies wat de inhoud was, maar een inverted V6 is sowieso een pittig motortje voor een wat je toch kan beschrijven als een general aviation vliegtuig. Zien ze gebruiken in de Tweede Wereldoorlog als verbindingstoestel. Zou je ook kunnen zeggen dat het zelfs een warbird is? Ik vind van wel. Even een stuk stijgen. Wat hoger zit. Klimmen kan niet als de beste. Moet daar een markeringje zitten. Dat is ongeveer de ideale stijgsnelheid. Dan zie je eigenlijk ook een. Een klimmen in kan zetten met het toestel. Maar hou die oliedruk en olietemperatuur in de gaten. We hebben geen kaalflaps, geen andere tukkelarij om de olie of te verwarmen. Dat is misschien ook wel zijn grootste euvel. Bij het gebrek om de
cilinderpompen of de olie te kunnen koelen of verwarmen. Met kaalflaps of shuttle of iets dergelijks. Dat betekent dan ook dat je de klimaten terechtkomen en luchtlagen terechtkomen waar het toestel dus niet zo thuis voelt. Met tot gevolg te koude olie. Dus te hoge oliedruk, dan ga je olie uitpersen uit de motor. Met alle gevolgen van dien. Of in geval van te warm, dat je dus eigenlijk gewoon je motor niet kan koelen. Tenzij je in hogere luchtlagen gaat zitten. Heb ik allemaal nog niet getest. Ik ga ervan uit dat het zo werkt. Dat het erin zit. Hoe het toestel is net uit, dus het kan ook zomaar zijn dat er gewoon wat persjes overheen komen. Bultz is daar best goed in onze toestellen uit te brengen in een vliegbare staat om ze daarna nog continu te verbeteren. Dus hier op de B40F van Bultz. B40 Warhawk met een Merlin engine in plaats van de Allison. Ook dat toestel kwam uit en was al best aardig. Maar ik geloof dat we in een klein half jaar dat de kist nu uit is, al een stuk of 8-9 patches hebben gehad. Die ding eigenlijk gewoon nog veel beter maken. Alle kleine dingetjes die misten, die niet per se gamebreakers zijn, zijn gewoon toegevoegd. Dat is wel fijn. We zitten een beetje naast onze track, we hebben natuurlijk geen autopilot, lekker op de hand. Dus het uitzicht, ja, vind ik ook een soort fighter. Ja, overduidelijk. Altijd wel een pluspuntje. Het zijn van die kleine dingen waarvan je zegt van ja, dat heeft elk toestel wel. Maar er zijn gewoon toestellen die dat ook gewoon niet hebben, waarbij dat het geluid gewoon niet immersie met zich meeneemt die je zou verwachten. Dat vind ik echt letdown. Je ziet hier wat grafische anomalieën in. Ik had wel verwacht dat het gefixt gaat worden. We zitten een beetje op onze track. Koers 330 vliegen. Zoals ze zegt, dus geen communicatieradio, geen navigatieradio's. Een transponder. En we hebben een communicatieradio. En dat is het. Dus geen VORs, geen ADF, NDI's. Niks van dat soort luxe. Oh kijk, het is het gebruik hier. Dus bij de start 10 graden, bij de landing 30 graden op de kleppen. Cabine en abwurf. Dus als je de deur open moet doen, dan kan je deze eraf halen. Dat gaan we nu even maar niet doen. Brandt de oliedruk moet tussen de 3 en de 6 zijn. Nou, dat zit hier, die zit op 5. Olietemperatuur moet tussen de 30 en 85 zijn. Dan zit op, nou zeggen we 50, 55. En de brandstofdruk tussen punt 11 en punt 22. Geen idee of ik dit moet lezen, maar als, ik ga er vanuit dat dit er moet zijn. Kraftstofdruk en druk. Reisvlucht. De hoogste toeren voor de prop moeten 2000 zijn. Als je lang wil vliegen is dat tussen 1788. Oké, ik dacht 16 minuten. Als je sowieso het grond dichterbij komt. Dan gaan we even een stukje omhoog. Even klimmen.
brandstof of de olie, Puk? Fuel pressure, oil pressure. Maar daar zaten ze 1700 en 1880 moeten zitten. Niet 1600 zoals ik net dacht. Flikker ook, ook niet helemaal. Niet helemaal jovel is. Er zitten wel wat kleine dingetjes in. Maar 1600 is duidelijk te laag. Ik weet niet hoe ik dat moet lezen. Het is nog geen punt 11, dus punt 8 zou 0,8 zijn dan. Schmierstofdruk, dat is olie. Tussen de 3 en de 6. Nou, ik neem aan dat dat de rechter is. Dan is 6 trouwens ook best wel link, want ik zit nu op 5. Ja, en de world update. Ik heb de persoon eruit gehaald. Dus in de co-piloot zitten. Ik heb eruit gehaald toch? Kleine bukjes, kleine bukjes. Ja, zie je, co-piloot is niet. Wat doet die man daar? Buitenkant, ook grappig. Hey, motor druk. Brandstofdruk is weg. Ik zat op de reserve tank en de reserve tank was leeg. Te weten. Dan moet ik nog eens even kijken in de, want er staat geen markering bij hier. Kijk, brandstofdruk omlaag. Niet terug. Terug. De benzinetank was dus leeg. De reservetank. Daar is geen meter van, hè. Dit is dan de hoofdtank. De reservetank is geen meter van. Brandstofdruk tussen punt 11 en punt 22. Nou, ik weet niet of ik dit moet lezen. We staan op punt 8 dan, als ik het tussen punt 8 moet lezen. Ik vind het best. Hij doet het. World Update 12. Ik weet niet wat ik ervan moet denken. Aan de ene kant is het heel mooi, is
Nieuw-Zeeland echt mooi uitgerust. Maar net als met Canada zie ik gewoon te veel fouten. Ga je in de bergen vliegen en je ziet smeert oud fotogenerie. Weet je wel, zeker op berghellingen. Alsof het uitgesmeerd is. Sommige gebieden met bomen zijn dan heel mooi. Andere gebieden zijn weer alsof het een soort van tafellaken is met een foto van bomen erop. Ik hoorde mede streamer Dreams of Wings het vergelijken met een tafellaken met broccoli erop. Dat vond ik wel passend, want zo ziet het er ook echt uit. Maar als ik hier vlieg, ziet het er dan weer schitterend uit. Bomen, je hebt daar rotsen tussen zitten. Bij een riviertje ertussen, beekjes. Het ziet er heel geloofwaardig uit. Op sommige plekken bereikt het dan de grens van wat mooi is binnen fotogeneriek, fotogeniekheid. En dan ziet het er meteen heel stripachtig uit. Al met alles de verbetering over hoe de default was. En natuurlijk helemaal over de oudere Sims. Maar ik moet ook concluderen dat er wel wat foutjes in zitten. En dat was met de uitkomst van Canada ook. Met rivieren die heel raar van berg of zelfs tegen berg op lijken te stromen. Dus dingen die gewoon niet in het algoritme van Microsoft passen ofzo. Schrijven. Daar meer van die vier. Kan ik dit afleiden? Ik denk het wel, als dat daar de inham is. Naar Capara Harbor. Een soort binnenmeer. Daar. Zo ver meer van Wangerij af. Mijl of 30 denk ik. Dus dat zou betekenen een kwartiertje vliegen. Dus het doet zo'n beetje twitchy. Het is twitchier dan ik me zou voorstellen. Het is best een groot gebied. Het is geen microlight ofzo. Hij onthoudt zich zodra er wat wind is, wordt er, dan krijg je daar meteen goed mee. Maar dat voor de rest gezegd, en het vliegt er als een scheermes. Zeker als je, zoals ik, niet zo geënt bent op autopilots, gewoon nog lekker handmatig leuk vliegen en sightseeing. Is dit natuurlijk wel een laagvleugel toestel, dus naar de grond kijken is lastiger. Maar voor de rest is het echt een leuk vliegtuig. Misschien wel de granddaddy of all als het gaat om general aviation. Langzaam weer gedaald ben of de grond komt omhoog, dus moeten ze weer even stijgen. Dat is toch even boven de horizon. Dus dan heb je hem vol. Neusstand aannemen en vol gas.
mixer setting. We hebben geen turbo, geen zuurstof. Dat is het toestel in principe voor de 10.000 voet opereert. Dan kom je natuurlijk hoger. Je ziet dat die hoogtemeter dus echt 1000 meters draait. We gaan zo naar 1800 meter. Huisspin naar beneden. We moeten naar een kilometer klimmen, dat is een regels van 3000 voet. Zo. Over de 1 kilometer. En die hendel de irritering aan, want dat blijft zich dus. Blijf draaien, zeg maar. Blijf piebelen. Door het throttle cordant. Ja, bijvoorbeeld de LB12, ik vind het er schitterend uitzien. Sowieso is Nieuw-Zeeland schitterend vliegen. Dat je eigenlijk bijna alle landschappen in het klein hebt, de woestijn erna. Dus je hebt zee, je hebt meren, je hebt rivieren, je hebt vlaktes, bossen, maar ook gewoon woeste bergen en fjorden. Dat maakt het vliegen in Nieuw-Zeeland een heel compact, maar gevarieerd vlieggebied is. De basis was natuurlijk al goed, maar World Update 12 maakt het wel wat beter. Er zijn nog wat third-party oplossingen om het vliegtuig veel meer op te peppen, zou je dat willen. Maar eigenlijk kom je hier aan behoorlijk goed weg. Van Flightbeam Wellington en Auckland, dus grote velden. De rest is eigenlijk wel. Is het nodig te krijgen via Flight Sim op TO, maar eigenlijk is het geen crime om hier te vliegen zonder hoor. Om langzaam te dalen, ook al de neus dan nog niet in mijn hoofd heb geprent over wat vlak hier is. Zo heeft heel veel last van de wind. Ik heb een staartwind, merk ik. Ik merk dat hij daar naar mijn gevoel wat overmatig op reageert. Ik weet niet of dat een sim ding is. Specifiek aan de kist ligt. Het modelleren van het toestel. Ik heb nu flint uitzet uit het westen, dat betekent het zuiden, sorry. Dat betekent op Wangarij dat ik de baan 2-4 uit mijn hoofd. Dat is de hoofdbaan. 0624 is dat. Minder interessant is.
de baan 1432 is natuurlijk wel interessant. Maar dat is een grasbaan die ook heel kort is. We kunnen natuurlijk even kijken, oké. Kort kun je deze kist inderdaad landen. De normale landingsklep is, landingsklep is 30 graden. Volgens mij kan je zelfs op 50 zetten. Voor een extreem lage snelheidsnadering. Met deze wind is natuurlijk een baan 14. 32, 14, ja. Is natuurlijk wel interessant. Een wind die nou zeggen van 19 heeft. Dat is een flinke zijwind component. We gaan zo eens kijken. Daar voor ons ligt de baai. Op het schiereilandje aan het noorden van de baai ligt de Mangarei. Met 260 km per uur, zou je dat nog willen rekenen? Dan zit je op 140 knopen. Nou, dat is een hele respectabele snelheid. De GA doet dat gewoon. Dat is een mooie snelheid om te vliegen. Ik zou voor de realiteitszin hou ik de metrische waarden aan. We zien dat we bijna bij Mangarei zijn. Dalen. Je gas eraf. Ik ga ongeveer naar 300 meter, zeg maar 1000 voet. Leuk aan heel veel in lokale velden in Nieuw-Zeeland dat ze wel geschikt zijn voor passagiersverkeer met turboprops. Nieuw-Zeeland Air had heel veel had of heeft heel veel Dash 8 400's, andere korte afstands toestellen voor binnenlands verkeer. Je hebt hier gewoon geen jets voor nodig, dat is eigenlijk duurder dan met turboprops te opereren. Het snelheidsverschil kun je bijna niet, je bent 5 minuten lang onderweg op de korte afstanden en de turboprop dan mee in jet. Screen pakken. Nou, we gaan te laag trouwens.
juist vier vat. Even kijken. Daar is het. Zo, pitch for fine. Gear down. Dan zie je dat ding naar voren gaan en dan zie je hier dus het is wat is snel gaan. Ik zie hem niet. Het is wel uit. Onder die markering kan ik flaps toevoegen. Flaps 20. Flaps 30, dat is de normale stand. Je kan dus nog tot 50 gaan. Als je echt kort wil landen. Zelfs vrij aarzelachtig om naar beneden te gaan. Dat vind ik niet raar op deze vleugel. Gas dicht. Voeg meer klap, meer flappen. Flap 50 wil niet echt omhoog. Niet goed aan. Als ik voorbij de helft kom, gaan we door. Ga door. Flaps 10. Gear up. Flaps 0. Ik zou hier ook verwachten dat je ziet dat het landingsstand naar beneden is, maar dat zie je niet. Maar eigenlijk gewoon te lang door blijven vliegen. Wat ik eigenlijk wel bijzonder vind, toch voor een groot toestel als dit. Geeft die vleugel dus toch behoorlijk veel lift af. Oké, snel even terug. Gear down. Het is een langere final nu. De landingspunt 45 graden achter mis. Zo. Flaps 20. Base. Flaps 30. Probeer te hoog binnen. Ik kan die wel neerzetten. Nou, we gaan weer omhoog.
don't know. Ik vind het landen van deze kist nog helemaal niet meevallen. Eigenlijk moet je een hele vlakke baan aanhouden. Anders wil je gewoon niet naar beneden. Blijf even weer laag. Iets onder de 200 meter, dat is echt wel laag. Ik moet een hele lange final pakken. Gewoon heel laag aankomen. Hij wil niet makkelijk landen, deze kist. Klaps 30. Dit lijkt er meer op. Te sturen via het roer. Slaps omhoog. Nou, drie man scheepsrecht. We zijn op bankerij. Stop. Nou, doe dat. Oh ja, geen handrem. Master cut-off. Zo. Zo. Generator af. Battery af, maar ik heb niet eens een battery. Het is gewoon altijd aan. Wat
niks. Nee, apart. En dat is dan dit toestel. Nou, wat je natuurlijk weer kan doen, als je, stel je bent uitgestapt weer, dan kan je natuurlijk even zeggen, oké. Hoe zit de maintenance er in elkaar? Nou, dat ziet er goed uit. Engine oil 86, dus ik heb toch wel wat olieverbruik. Vind ik vrij hoog, 86. We hebben dus 14% olie verbruikt in dit lullige ritje. Zo, we kunnen hem storen. En we kunnen er nog een motorkapje, een raincover overheen doen. Zo. Netjes. Oh, stop moeten we daar volgens mij. Nou ja, rare lijnen. Wat is het nou? Goed. Dit is, in een nutshell, de Messerschmitt 108 Typhoon van Indiebuilds. En een heel klein stukje van World Update 12, Nieuw-Zeeland, in dit geval North Island. Wat echt wel een verbetering is dus op het standaard. Maar ook wel wat eventjes heeft her en der. Net als deze kist trouwens. Deze kist gaat ook wel verbeterd worden. Daar ben ik niet zo bang voor. Al met al is het nu wel prima vliegbaar en leuk. En een hele fijne tourkist. Maar geen autopilot. Dus alleen voor de diehards misschien. Geen idee. Anyways. Dit was de stream voor vandaag. Dus bedankt voor het kijken. En tot de volgende.